Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de heer Kambiel Marinus. Indien de ABOP de grootste partij wordt en leiding mag geven aan de nieuwe regering, dan kunnen alle Surinamers binnen een week rekenen op vrije geneeskundige behandelingen. Meneer Cambiel, welkom in het programma. Bedankt. Hoe gaat de ABOP dit voordemen om binnen een week dit te realiseren? Nou, niet direct is een idee die is losgelaten erop. maar ik denk niet dat het binnen een week, want na de verkiezingen moet er een keer nog geformuleerd worden en tegelijkertijd zijn er gesprekken die gevoerd moeten worden om een, tot een rekeerakkoord te komen. Ik denk als de ABOP als nummer één uit de bus gekomen zal hebben op alleen de rekening nooit kunnen vormen, denk ik. En we zouden het ook niet graag willen hebben dat alle een verantwoordelijk op ons rusten. Maar dan is het nu wel tijd in beslag om het wel te doen. Om hoeveel mensen gaat het ongeveer die dus een uh, vrij genieskundige behandeling zal krijgen? En wat zal het ongeveer kosten op maandbasis? Heeft iemand een enig idee? Nog geen breakdown. We hebben nog niet direct. No. Berekeningen ik daarom daaromtrend maar we hebben sociale zaken al jaren. Was van 2010 tot 2015 was sociale zaken onder ons onze hoede. Nu op dit moment is ook sociale zaken en je merkt op dat het loopt veel mensen rond zonder een geneeskundige behandeling. En wat is gaan gebeuren? De meeste van die mensen hebben geen geld om te betalen. Ze hebben ook geen werk. Dan zijn ze gewoon radeloos daaromtrend En ik vind in plaats van allerlei dingen te doen voor iemand er zijn twee dingen die belangrijk zijn en dat is medische zorg en scholen en daarom hebben we gezegd van kijk om een land tot kennisintensief land te maken moet je die mensen zodanig helpen dat ze kunnen onderwijs volgen en dat is nu onze, onze policy Wanneer het terugkomt, al zijn we niet de baas van de regering 2025, zullen we toch onze sterk maken om dat gedaan te krijgen, dat de mensen zonder te betalen, naar school te kunnen. En straks hebben we oil en cash. In plaats dat we een knieën rijk maken, dan proberen we de meeste mensen wat te geven. En dat is onderwijs en medische zorg. Heeft de partij uh, al nagedacht hoe zij dit zullen financieren? of hoe je gefinancierd zal worden. Enkel een, een, een actie met jouw gedachten. En gedachten is worden een idee, een idee wordt een plan, een plan wordt een uitvoering op een strategische basis, daarna op werkvloer niveau. En we zijn nu bezig om het hard erop te denken om het te kunnen doen. We hebben niet alles in place, maar we zijn bezig met ons wetenschappelijk bureau om het in orde te maken dat dat moet kunnen lukken. We zijn nauwelijks zelf milieu inwoners en we krijgen bom geld binnen van goud, van olie straks en van alle andere producten die worden weggebracht. En dan kunnen we dat wel kunnen doen voor de armen. En we willen geen armen meer. Dus het is niet iets wat eeuwig zal blijven, maar iedereen moet zichzelf kunnen bedrijven in het land, want we hebben genoeg rijkdom. Hoe zit je het invoeren van gratis gezondheidszorg uh, in de relatie tot de problemen die we dus nu hebben? Uh, dus, heb ik het over de zorg hoor. Met name het financieringstekort. Enkel like, wanneer je financieringstekort hebt, heb je veldtekort. Het is, is geen probleem. Het is een actie die moet gevoerd worden. En wanneer we praten over. Uh, Medische zorg waar we kunnen kunnen behandelen geven, is al gaande. We geven mensen, de meeste mensen hebben een basokaart. Wat moet gaan gebeuren? We moeten goed controleren en goed screenen dat de mensen daadwerkelijk kunnen gaan naar een dokter, huisdokter, een huidsarts enzovoort om medicijnen te krijgen met hun basokaart. Maar wat gebeurt er? Er zijn malafide mensen die zeggen van je moet voor bepaalde betalen. En dat moeten we even toezien om het echt te elimineren. Maar soms is het ook zo dat uh, mensen die dus zo'n basokaart hebben, dat ze dus bijvoorbeeld geen uh, medicijnen kunnen krijgen met hun basiskaart, Ze moeten dus betalen. Hebben jullie dan wel enige oplossingen daarvoor? Er is een controlemechanisme. Ik had het al eerder gezegd in een van mijn speeches. Dat het moet gecontroleerd worden. Want als ze klapper. Al ja, die medicijnen komen er voor. Maar wanneer je instapt in een apotheek. Dan op mensen zeggen van je moet er hiervoor betalen. Of we hebben het niet. Want ze kijken ook naar je lichaamstaal. mimiek kan zo iemand kunnen betalen. En merken ze op van je kan toch niet betalen. Dan zeggen ze niet eens dat je moet betalen. Ze zeggen we hebben het niet. Dan is het een ramp toch? Want die mensen hebben die medicijnen nodig om zichzelf te bedrijven in het land. En we zijn zo keihard tegenover elkaar dat niemand heeft een stukje emotie meer. We zijn gewoon zakelijk En die mensen denken van, ah, eerste persoon, ik, tweede persoon, stik. Hoe gaat de ABAP ervoor zorgen uh, dat deze introductie van deze regeling geen negatieve impact zal hebben... Uh, op de huidige gezondheidsdiensten? Nee, nu nee, is het een moneymaker business. Ik ben nooit gaan studeren voor dokter. Maar in feite, voordat je bijvoorbeeld dokter wordt... Maar ga je een afleggen en ze zeggen van... je moet de persoon eerst genezen en dan geld vragen. Maar ik zou je niet wensen, maar ga even bij academische academisch ziekenhuis. Dan vragen ze wie zal betalen. Heb je geld om te betalen terwijl... Het praktijk is dat je moet die persoon gezond maken zonder dat je geld vraagt. Wanneer we klaar zijn met genezen en dan pas vraag je. Hier in Suriname is het zodanig dat het bijna bijna een money maker business is. Het heeft geen enkele ethische code meer. Die mensen zijn gewoon erop uit. Ik moet rijk worden, daarom ben ik dokter geworden. Terwijl... Toentertijd, het idee van een dokter, een medicijnman, is om mensen te helpen. En dat is helemaal voor vaak in Suriname. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die je uh, voorziet bij het invoeren? Van deze regeling. De meeste mensen zullen niet willen werken. Je hebt een invloeding nodig. Dus je moet die mensen ombouwen. En we moeten een paradijschef in Suriname ontwikkelen. Om mensen te aan te leren hoe het moet met elkaar omgaan. Omdat we moeten elkaar moeten accepteren. En dat schiet helemaal tekort hier in Suriname. Mensen accepteren andere mensen niet. Wanneer iemand bij je moet komen wonen. Bijvoorbeeld als muurman. Dan vragen ze wie is die man. En dat moeten we niet hebben in het land. We moeten zelf onszelf meer scholen. Daar hebben we niet zoveel die meer. Op het moment dat die mensen zijn hoog opgeleid... ...heeft die persoon minder, minder uh, gevoel om te stelen. Dat iemand die bijvoorbeeld... ...nou ja, nothing doing, lopen op straat zonder geld... ...dan krijgt die persoon neiging om andere mensen dingen af te pakken. Dus daar zijn we mee bezig. En we hebben opgemerkt... Ik kom vanuit het binnenland en ik heb ook gemerkt van... ...een van de geweldigste wapenteken tegen armoede is scholing. Denkt u dat alle Surinamers uh, gratis medische zorg nodig hebben? Tijd zal er bij bewijzen toch. Er is een onderzoek gaande nu al om te kijken van wie en wie niet. Wanneer we praten over... Iedereen medische zorg vrijgeren, is genoeg behandelen. La de armen. Want je hebt mensen zelf die je zou zeggen: van je hoeft niet te weten, hoe gaat die persoon betalen? Maar er zijn mensen die echt niet kan betalen. Hoe principieel is uh, dit punt voor de ABOP bij eventuele coalitie-onderhandelingen? Laat me één ding zeggen: hoor. een zakenman praat niet over principe. Principe is iets voor iemand die geen zaken doet, we zijn zakelijk bezig. En we praten niet over principe, we zaken. over haalbaarheid van onze plan. En het is haalbaar. We werken niet met principe. Principe, we are not principle. Je hebt dat net aangegeven, we praten over haalbaarheid. Haalbaarheid van onze ideeën. Ja, dus uh, van jullie ideeën. Maar binnen hoeveel tijd denk je dat, uh, dat jullie dat haalbaar kunnen maken? Tijd is relatief open. En over tijd, maar we praten over iets dat moet aannemelijk zijn. We moeten gewoon zeggen: oké, okay, is goed. Maar over tijd besteden we Je hebt zoveel obstakels die moeten er, ze straks moeten horen overwinnen. En daarom kunnen we niet over tijd be bepalen. We zijn voorzichtig daarmee. Om zeggen: binnen tien dagen, en misschien tien dagen of drie dagen. Aan de hand van wat je moet doen al die dag. Wat is de rol van verzekeringsmaatschappijen en particuliere ziekenhuizen in dit proces? Die moet nog uh, finaliseerd worden. We moeten met die mensen nog alsnog praten om tot een vergelijk te komen. Om die zaak echt daadwerkelijk te implementeren. Het is niet zo dat we zullen gewoon doen papsboom. Maar gewoon een goed berekening maken en die mensen oproepen en kijken binnen welk kader kunnen we dat doen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit beleid bijdraagt aan gelijkheid binnen de gezondheidszorg? Dus het moment dat iemand kan medische zorg, nee, er, er zijn genoeg mensen gemaakt geweest. We hebben dat. Kijken naar buiten onze omheining, buiten Suriname. Maar je hebt ook geen frans guyana Dus we moeten een paar dingen nog implementeren. We moeten kijken binnen welk kader we dat zullen ontwikkelen. We moeten het kunnen aanleren en nu sturen tot een betere toestand in het land. Dus, onze idee is er al en we zijn bezig op wetenschappelijk bureau niveau, die mensen van het wetenschappelijk bureau te sturen om allerlei informaties te winnen om het echt daadwerkelijk goed te regelen. Zonder bijvoorbeeld tot een profit-organisatie te maken, want we zijn bezig om het tot een non-profit te maken. Dat wat betreft de medische zorg, niet profit, maar echt non-profit. Dus, dat zijn we bezig, is een. Echt een ongoing proces, dat het niet stoppen, maar altijd regelen dat. Het mag niet zo zijn dat iemand op straat valt, bijvoorbeeld tijdens een aanrijding, dat die persoon is radeloos om bijvoorbeeld naar een medisch te brengen naar een hospitaal te brengen. Dan gaat ze daar zitten en zeggen van je moet een drempelkosten betalen enzovoorts enzovoort. Wat is dat voor een mens? Die mensen, die persoon is de dood en dan is, is, is geld betalen voordat je laat die persoon naar binnen. Maar uh, wat uh, gaat de partij van u dan doen uh, als we dus praten over drempelkosten? Toch? Want nu, wanneer je naar de uh, EHBO gaat, moet je eerst. En dat moet, we zullen het onderzoeken. Want soms heb je mensen die mee willen werken. We kunnen kijken naar onze obstakels om het weg te werken. We zijn bezig om Suriname om te bouwen tot iets anders. Dat iedereen, als je had geluisterd naar, je kan googlen en naar meneer kan luisteren, dan is het. We zijn bezig om Suriname om te bouwen, dat iedereen kan rijk worden. Ik had het gezegd, dat net als Saudi-Arabië, al ja, bijna niemand hoeft belasting te betalen in het land. We verdienen genoeg geld. Wanneer die knappe kerels praten in Suriname, dan hoor je van paralysatie. Maar echt ik van Lauwe echt kan centraliseren, dat we een product ontwikkelen, dat we er echt van kunnen genieten. En Suriname allemaal zoveel allerlei dingen doen, maar niks is echt een echte product dat je kan zeggen, we kunnen ermee pranken. Alles is voor half, 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 half. Laten we van bouwen tot een van de beste sugar en een soft drink ter wereld. Dan kunnen we het overal produceren. We zijn niet veel. We hebben niet zoveel arbeiders. Hoeveel mensen willen werken om te zeggen van we moeten paralyseren, we moeten differentiatie, we moeten dit, dat, dat dat doen, dat hoor je constant. Maar ik zeg, laten we even iets centraliseren, laten we goed doen en laten we het goed doen, dat iedereen kan ervan kan genieten. En zonder aanzien de persoon, zonder dat die persoon is zwart of wit of groen. Laten we eerlijk, laten we elkaar accepteren. Ik roep het hier op, laten we elkaar accepteren zoals we zijn. En laten we elkaar ondersteunen, want we zijn dan ook allemaal Surinamer. En dat missen we gewoon in het land. We zijn hier in het land en we leven in hokjes. Terwijl we zijn niet eens half medio. Kijk bijvoorbeeld andere landen met miljoenen inwoners. We kunnen niks doen. Zelf om een nationale team te, te regelen is het een probleem met ons. Want te kijken, hoe je je? Waar woon je? Wie is je familie? ...geleide dingen vragen stellen. Maar we zijn bezig, we komen eraan. Ik zeg het u... ...want u had God aan onze zijde. Wat kunt u vertellen over... Uh, ...de huisvesting hier in Suriname... ...als we dus kijken uh, naar... Uh, ...personen die dus huizen huren... ...vanaf 200 dollar? Ik heb gezegd van, de huisbazen passen... ...die mensen wanneer ze hebben, willen beter. wanierio befoabit be herseba sa ander en ie vraag die man wat kos te dan sê go van 200 US dollar na drie vier maande sê s'n 150 US dollar sonder en takslasie model sonder dit sonder een of ander wettelike regele maar die man gewoon haar of syn produksie deurstuur en meer moet al wil jy nie dan pak die man en deurgaan na nou wat u gedreig het want jy moet meer betaal En dat moet ophouden, want we moeten wettelijke rekening plaatsen van om huisvesting te rekenen. Niet iedereen is in staat om huis te bouwen. We zijn bezig nu erf te verdelen, maar toch is het zo onproblematisch om een huis erop te krijgen. Maar wanneer de wereld weet, moet je die persoon beschermen wanneer je met een huisbaas deelt. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Stranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt bespreken, kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Stranatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.